hetgeen niet wil zeggen dat het een klimtijdrit is. Het is redelijk vlak, er zit een klimmetje in. Maar er kan hier een zeer goede tijd gerealiseerd gaan worden. En terwijl we dit lege beeld aanschouwen, gaan we eens kijken van wat er vandaag gebeurd is. De mensen die binnen zijn gekomen en de klassementen tot nu toe. Jean. Erik van der Aarde, de sprinter uit de ploeg van Peter Post, heeft tot nog toe de snelste tijd gereden. 41 minuten en 4 seconden. Dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 46 kilometer en 461 meter. Jawel, bijna 46,5 kilometer. Thierry Marie, de Fransman, volgt in de tussenklassement op de tweede plaats, 41-12. Dan Duclos Lassalle, 42-21. Marc Chagan, 42-27. Pellier, de Fransman, 42-31. Iniki Gaston, de Spanjaard, 42-43. En Kim Andersen, in deze ronde, zoals u weet, gele truidrager enkele dagen. Die heeft een tijd gerealiseerd van 42 minuten en 57 seconden. Hij wordt gevolgd door Gerrit Zonneveld met 43 minuten en 1 seconde. Triclion rijdt hier, dat is de Waal, vooraan in uw beeld. En dit is Vichot. Die rijdt daarachter. Dus Garde is niet in beeld of zit daar net tussen. Tussen de twee vaste camera's zit nog enig verschil. In af te leggen meters. Criguillon dus. De hoop der Walen. Dus Criguillon rijdt een redelijke tijd. En daar komt Garde dan achteraan. Dit is hem. Ja, de 35. Ik zeg de hoop van het Waalse wielrennen. Dat hij toch nooit helemaal geaccepteerd is als, ook tot in diepe Vlaanderen, hij blijft een Waal. Hij had zich een andere Tour de France voorgesteld. Hij wilde heel graag bij de eerste vijf rijden. Zeker gezien zijn opzienbarende vorm die hij toonde in de week dat de Waalse klassiekers werden gereden. Daarna heeft hij rust genomen en zoals zo vaak uitkomt bij renners in een lang wielerseizoen, blijkt zo'n 3 tot 4 weken rust een geweldige daal, een geweldige zak te geven in je regelmaat. Hij is daarna niet meer op het niveau teruggekomen van de Waalse klassiekers. Maar op die ene week in Wallonië na, waarbij gezegd dat hij ook in de Ronde van Vlaanderen sterk voor de dag kwam, heeft hij toch niet kunnen waarmaken dat hij bij de toprenners in Europa behoort. Zeker niet als het ronde rennen betreft. Want kijk maar, hij moet ook sneller kunnen. 43-41 voor Claudie Triclion, 15e plaats tot nu toe. Misschien dat we even de tijd kunnen vinden om de resultaten van de Nederlanders te bekijken. Jean? Gerrit Zonneveld, dat hoorden we al tot nu toe de snelste, 43-01. Jelle Nijdam heeft gereden 43-07, helemaal niet slecht. Maarten Ducrot 43-23. Dan krijgen we Johan Lammert 44 minuten, Henk Lubberding 44-46, Adrie van der Poel 44-57. En dan komen we uit bij Steven Rooks 44-59, Leo van Vliet 45-38, Jacques de van Meer een beetje geruisloos in de ronde, maar hij is er toch echt 45-42, Adje Wijnands 45-52, Theo de Rooij 46-20, Peter Pieters in Spaanse dienst 46-44, Henri Manders, de man van Over de Stenen, weet u nog, op weg naar Roubaix 46-48, Henny Kuiper, wiens zitvlak redelijk begint te genezen. U weet, hij had er last van in de eerste week van de Tour. 47 minuten en 7 seconden. Dat is de ontspanning die iemand krijgt als hij niet meer aan het klassement deelneemt. En tenslotte Teun van Vliet, 47-45. En dan twee man tezamen. Dat moeten dan volgens de lijst Vichot en Forest samen zijn. Dit mag niet in een tijdrit. Je mag niet aanpikken als je achterhaald bent. Hier kan je boete voor krijgen. Niet alleen boete wat betreft geldbedragen, maar ook boete wat betreft tijd. Het reglement zegt in deze Tour de France dat renners die ingehaald zijn, dat die tenminste 25 meter achter de man moeten blijven die hun gepasseerd is. Ja, maar het feit is, Jean, dat hij niet ingehaald is. Nee, maar wat Vichot, Vichot is eerder gestart. Nee, maar wat je hier dus ziet, is dus in strijd met het reglement. En we weten wat met Tour al gebeurd is, die moest naar huis. Dat heeft u al uitvoerig kunnen lezen, daar hebben we over bericht.
En nu dan die twee Fransen. Ik ben benieuwd of er een reactie van de commissarissen komt op dit rijgedrag. Volgens de letter dus niet, want Fichot is eerder gestart en is niet bijgehaald. En daarbij kwam ook trouwens dat Tourau, het Belgische jurylid, in elkaar timmerde. Nee, Herrera zal achterstand oplopen in het algemeen klassement, dat was bekend. Maar we beleven tenminste plezier aan het rijden van deze man. Hij zal geen toerwinnaar zijn, maar in de Pyreneeën heeft hij misschien nog wel eens een trucje voor handen. Winnaar van de etappe naar Avoriaz, gisteren tweede. Hij staat in het algemeen klassement op een achterstand van 11 minuten en 55 seconden tot dit moment. En 45.04 is niet goed genoeg. Kijk maar, 46 is de plaats. Maar goed, dat weten we van hem. Gerard Veldscholte, ja. U heeft gisteren zijn verhaal gehoord. Hij kon beter, maar mocht niet. Daarbij een achterliggende gedachte. Wat heeft Post eraan om Veldscholte door te laten rijden? Je mag dan zeggen dat het eergevoel van de coureur zelf is. Om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement. Maar dan zal Post waarschijnlijk zeggen, ja, of hij nou 9e, 12e of 15e wordt, daar heb ik niet aan. Dan wil ik hem liever in dat stadium van de etappe, wil ik hem opofferen voor Phil Anderson. Waar dan de hoop bestaat dat Anderson nog erdoor komt. Hier is Parra trouwens, de Colombiaan, de winnaar van de etappe van gisteren. Maar Veldscholte is geen man die kan afmaken. Parra dus, die de etappe van gisteren aangeboden kreeg van zijn fameuze landgenoot Herrera. En Parra, die dat gisteren tot laat heeft gevierd, dat feestje. Gerard Veldscholte met 45-23, dat mag geen naam hebben. Parra, qua kracht, misschien wel de beste Colombiaan, als je het over de hele Tour uitsmeert. Ik herinner u slechts aan zijn manier van optreden in de rit over de steentjes naar Tourcoing toe, toen hij bij wist te blijven. En dat al was een eerste aanzet voor diverse Franse ploegen om contact met deze Colombiaan op te nemen. Parra, een, zoals ze in Colombia zeggen, intellectuele jongen, heeft daar wel oren naar. En het zou niet vreemd zijn als Parra volgend jaar in een wit shirt met zwarte blokken zou rijden. Oftewel opgenomen zal worden in de ploeg van Roland Berland. En dat doet hij dan ook niet voor een paar gulden, kan ik u meedelen. Want de Colombianen hebben heel snel geleerd hoe hun marktwaarde ligt. Herrera bijvoorbeeld heeft ook al zo'n vette kluif voor zich hangen. Van Cyril Guimard voorgehouden. Parra eindigt op 44-42 en is daarmee 35ste. En het is bij Meller ook weer merkwaardig dat hij eigenlijk verkeerd getimed heeft in het seizoen. Zijn top lag in de Vuelta en die is een maand geleden verreden. En het is steeds meer duidelijk geworden dat wil je in een zware discipline als de Tour de France deze gewichtige inspanning kunnen optimaal voldoen, dat je dan absoluut aan de Tour voorrang moet geven en niet een maand eerder of in het voorjaar, zoals we met Anderson hebben gezien, je zwaartepunt leggen. Het valt mij ook op, Jean, trouwens, dat de Tour zoveel zwaarder nu overkomt dan de Vuelta en de Giro. Dat zijn, met alle respect gesproken, zijn dat mooie aanloopkoersen. Goedemorgen, boven de 45 minuten. Of er is een wind op komen zetten op het parcours. Wat mogelijk is, want de tijden van dit moment gaan nu toch voor deze heren zeer tegenvallen. Peter Winnen. Winnen is achter Delgado gestart. Kijken hoe het met onze landgenoot is. Zijn tijd is nog niet in beeld geprojecteerd. U weet dat Peter bijna spreekwoordelijk moeilijkheden heeft met tijdritten. Ja, je ziet zijn tijd dan concludeer je toch, het kan met nog een kilometer erbij. Hij komt dan beter uit dan de klimmers die we nu al binnen hebben gehad. En zijn laatste meters, die hem toch ook boven de 45 minuten zullen brengen.
mee de laatste twee dagen. Niet in de aanval kunnen gaan. Is tegen de 45 minuten aan 44 minuten 56. Goed voor een 42e plaats. Nee. En inmiddels heeft Gerry Kneteman de koptelefoon opgezet. Niet om te vertellen hoe zijn tijd vandaag was. Hoewel die wel. Als ik denk snelste radioreporter vandaag gereden heeft. Hè? Ja, ongetwijfeld. Maar ik was even te laat, want ik moest Laurent Fillon even een hand geven. Die zag er ook heel strijdlustig uit. Dus daar gaan we ook nog wel van horen binnenkort. Hey, wat mij nu opvalt. Al deze mannen die hoog in het klassement staan, komen op dikke 4 minuten van de aarde binnen. Ja, je moet natuurlijk de kwaliteiten van Erik van der Aarde niet onderschatten. Want dat is een hele goede renner. En die kan veel meer dan dat hij tot nu toe... Ja, maar ik onderschat deze ook niet. En dit zijn allemaal tegenvallende tijden van alle mannen. Nou kijk, de atmosferische omstandigheden moet je natuurlijk ook in aanmerking nemen. Ik verkeerde in prettige omstandigheden dat ik ongeveer onder dezelfde omstandigheden gereden heb. Dan weliswaar als training, maar toch in onder dezelfde omstandigheden als Erik van der Aarde. En toen was er... die wind stond anders. Die wind stond toen na de finish voor de wind. Dus de laatste 7 kilometer, wat een echte rechte weg is, stond die wind pal in de rug. En die is nu dus duidelijk gedraaid. En dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Heel eenvoudig. Gerry even ertussen komen. Ino heeft na 15 kilometer een tussentijd gemaakt die 39 seconden sneller is dan die van Erik van der Aarde, de beste man tot nog toe. Achter elkaar hebben we nu Zoetemelk, Rutiman en Andersen. En Andersen lijkt me redelijk in staat om een tijd neer te zetten. Die is 2 minuten na Rutiman geëindigd. Hier krijgen we Joop. Zijn tijd loopt naar de 45 minuten toe. Zelfde laken, 1 bak. Hetzelfde verhaal ook. De gedraaide wind waarschijnlijk toch. 45 minuten rond staat daar voor Joop. Goed voor een 48e plaats. Dat is absoluut waar. Die veranderde weersomstandigheden hebben daarmee te maken. Vinnig mannetje. Met capaciteiten. En daar komt Phil Anderson, die barst van het karakter. En dat zie je hem ook zo af als hij op de fiets zit. De fiets ziet er goed uit. Dicht achterwiel in ieder geval. Een klein voorwiel. Osse kopstuur. En kijk eens hoe die over Rutiman heen gaat. Die op een conventioneel rijwiel rijdt. Wat wij zeggen, Gerrit? Nou, dit is natuurlijk een duel tussen Zoetemelk en Anderson voor de achtste plek. Ja. Dat scheelt maar 10 seconden of zo. Tellen achtste plekken in een Ronde van Frankrijk. Nou, als je bij de eerste 10 keer rijdt rond van Frankrijk, dan ben je natuurlijk niet zo'n hele slechte renner. En dat gaat natuurlijk ook een beetje voor de orde van de fatuurs, dus de orde van de ouders achter de wedstrijd. Dit bepaalt gewoon of Peter Post voor Jan Raas rijdt of Jan Raas voor Peter Post. Nou ja, dat is wel duidelijk, want dit is het voordeel van Anderson. Inderdaad, dus Post blijft gewoon voor Raas rijden. Ja. 42, en een hele 35, goede tijd. En dat is relatief gezien. Een hele goede tijd. He? Ja, zeker. Zo is het. Nog even terug naar Peter Winnemart. Peter, het loopt in deze Ronde van Frankrijk niet zoals jullie gedacht hadden. Tot de start van de Tour veruit succesvol de ploeg met 43 overwinningen in het seizoen. En nu lukt het niet. Hoe slaat dat aan in de ploeg of aan Daal? Nou, het is op zich wel tegenvallend dat we geen rit kunnen winnen. We zijn een paar keer dichtbij geweest. Oh, die win je vandaag waarschijnlijk dan, hè, met Van der Aarde. Ja, Van der Aarde waarschijnlijk vandaag. Dus dat is dan een geweldige opsteker. Maar ik moet zeggen... En niet verwacht? Nee, ook niet verwacht. En dan gisteren wat er gebeurde tussen Veldschoten en Anderson. Hij had de opdracht om bij Anderson te blijven. En hij heeft dat min of meer met tegenzin uitgevoerd. Hoe sta je daar tegenover? Nou, ik vind je moet je zonder meer inzetten voor je kopman. We zijn vertrokken met Anderson als kopman. En hij had gisteren dan een geweldig slecht moment gekend. Nou, en Gerrit was bij hem in de buurt. Dan moet Gerrit zonder meer op hem wachten. Dat vind ik tenminste... Ja, als je rijdt voor beste Nederlander te zijn, ja. Dat is een beetje amateuristisch. Wat was er gebeurd als jij vlak voor mij had en Veldschoten was niet bij geweest? Ik had om gewacht zonder meer. Maar dan zou het van tevoren bepaald moeten zijn. Maar van Post hoef ik niet te wachten nou in eerste instantie. We hebben Bauer gezien en we zien nu Kelly. Die zijn vertrouwde groen om de schouders heeft geslagen. En die ook bezig is aan een goede tijdrit. Steve Bauer komt op 43-18 uit. En dat brengt hem dan weer een stukje verder in het klassement naar boven. Deze eerstejaars
Canadees. En daar gaat Sean Kelly. Na Kelly hebben we nog te doen met LeMond, Roach en met Ino zelf. Ja, dat is een achterplaats voor de Ier. LeMond, die toch ook al boven de 43 minuten nu zit. Ik heb hem eens een tip gegeven en ik zie nu dat hij die tip van mij aangenomen heeft. Welke? Nou, LeMond had de eigenaardige eigenschap dat hij ging staan en dan ging hij zitten. En dan gaat hij te trappen, dan hield hij even zijn benen stil. Dat deed hij steeds. Je dat doet hij nou niet. En sinds die tijd is hij verschrikkelijk gaan rijden. Zie je wel dat ze naar je luisteren, Gerrit. Greg LeMond wordt met 43-35 16e. En dat zal bij deze zeer ambitieuze Amerikaan zal ook niet goed vallen. Roach, die gedoodverfd was om in de lange, vlakke tijdrit naar Straatsburg dicht in de buurt te komen van Nino. Toen 2 minuten en 20 seconden verloor en de tweede was. Hier komt Roach. U weet dat de renners 2 minuten achter elkaar gestart zijn. En u weet dan ook dat Roach tegen de 42,5 minuut gaat rijden, wil ik zeggen. Dat is 42,27. Een vierde plaats voor Roach, die dus, dat is te zien, een hele goede tijd rijdt. We hebben het in eerdere instantie zo'n half uurtje geleden langzaam kunnen gaan waarnemen. De veranderde omstandigheden op het parcours hier in de buurt van Grenoble hebben ertoe geleid dat iemand die, of meerdere renners die eerder op de dag starten, tot een betere tijd kwamen dan de kanonnen, de specialisten in het vak. Dat kan, dat bestaat. Het is zo, daar moet je ook genoegen mee nemen. Eigenlijk is het ook wel leuk, vind ik. Ja, vind ik wel. En hieruit blijkt ook gewoon dat Ino gewoon ook wel menselijke trekjes heeft. Dat het eigenlijk net zo'n mens is als bijna alle andere mensen. Dat hij ook aan omstandigheden en atmosferische storing onderhevig is. Want als je hier ziet dat hij meer dan een minuutje verliest op Berg van der Aarde. Je moet niet die prestatie van der Aarde onderschatten. Nee, dat kan ik zeker niet. Want die is ook een kanje van de prestatie. Maar zijn tijd is dus vrijwel gelijk aan die van Thierry Marie, hè? Dat zou je kunnen zeggen, ja. En je kunt hier ook uit concluderen dat Phil Henderson ook heel goed gereden heeft. Ja. En wij kijken naar de officiële uitslag van de 13e etappe. De eerste 10 van de aarde, dus de eerste overwinning voor de ploeg van Peter Post. Ino 1 minuut 7, Marie 1 minuut 8, Duclos Lassalle. Stefan Roach, Belg Marc Sergeant, Pellier, Anderson, Gaston en Kelly. Dan kijken we naar het algemeen klassement na deze tijdrit. Constateren dat Ino natuurlijk nog steeds op kop ligt. Gevolgd door zijn ploeggenoot, dan Roach, Kelly, Bauer, Anderson, Ruttiman, Pascal Simon en Joop Zoetemelk, de eerste Nederlander op de 9e plaats. Peter Winne en Gerard Veldscholte zijn de volgende Nederlanders. Peter Winne staat 11e en Gerard Veldscholte op de 18e plaats. Misschien heeft u zich afgevraagd waarom Stefan Roach als voorlaatste start en Ino als laatste. En niet LeMond als voorlaatste, maar dat zijn twee ploeggenoten, LeMond en Ino. Daarom was dat verschil. Dan nog even de uitslag van de dames. Een tijdrit ook. Simonet heeft gewonnen en Canins blijft in de gele trui.